Welkom bij het Weekjournaal, met het wichtigste nieuws van de provincie Friesland. SC Cambuurspelers Erik Bakker en Michiel Hemmen openen maandag 3 februari een voetbalveldje aan het Rooigaas in de Ljouwertewiek Oudlaan. Oannemer Heijmans en projectdragster Waaien Omjouwing zetten de voetbalgoaltjes del. Zo wordt te meten kwam aan de wenskoek van de buurt. Commissaris van de Koning Johan Leemhuis nam woensdag 5 februari afscheid van Provinciale Staten. Op 28 februari is haar laatste werkdag. De dag daarna verwelkomt ze haar opvolger, Arno Brok. Vrouw Leemhuis had 4 maanden waarnemend commissaris geweest. Op 5 februari zette deputaire Sander de Rauwe Uitein met zijn MKB-tour in gemeente Westellingwerf. De Rauwe roept ondernemers op om meer ambitie te houden. Zelfs komt hij met concrete plannen om bedrijven te stiepen, lykas subsidieregels die makkelijker invullen willen kennen. Biologische landbouw, ready for take-off. Op 16 februari vlegen vleentuig van Ilde met een noordelijke delegatie van onder andere bestuurders en ondernemers naar de biovaag in Neurenberg. Het is dé beurs op het merk van biologische producten. Dat was het van deze week. Oant nije week.